Wij zijn bezig met een project tegen fietsendiefstallen op het station in Etten-Leur. Sowieso in Etten-Leur zijn de fietsendiefstallen behoorlijk gestegen de afgelopen tijd. En met deze actie proberen wij de fietsendiefstallen te stoppen of naar beneden te brengen. Heeft u het idee dat uw fiets gestolen wordt? Nou, ik heb het al twee keer meegemaakt, dus vandaar dat ik hier maar bij aansluit. Ja. En denkt u ook dat dit gaat werken, zo graveren? Ik ga het proberen, hè. Meer kan ik niet doen. Dat is heel mooi. Ik zie dat een heleboel mensen alleen maar een slot op hun achterwiel hebben. Vind ik uitstekend. Als je namelijk je slot alleen op het achterwiel vastzet, dan pak ik hem op. En dan kan ik hem natuurlijk gewoon meenemen. En thuis heb ik het beste gereedschap. Nou, hoe lang was ik bezig? En dan heb ik hem, hè. Nee, je moet je fiets vastzetten. Nou, hè. Ik heb deze nou open geslepen. Maar het kan makkelijker, hoor. Houd hem. Au. Hey, geweld, mensen. Je wilt hem houden. Oh. Waar heb je dat allemaal geleerd? Ik heb een keertje een stukje in een krant gelezen en toen ontdekte dat het ongelooflijk makkelijk was. En het is makkelijk. Als je het oog ervoor hebt, kijk, professionals hebben goed gereedschap nodig. Maar ik let op de stommiteiten van mensen. Er is altijd wel een slecht slot of hij staat op een stomme manier vast. Nou, die kun je meenemen. Met de actie proberen wij de fietser beter te registreren, zodat we de juiste fiets bij de juiste eigenaar terug kunnen brengen. Koop gewoon een goed tweede slot en zet hem daarmee ergens aan vast. Niet alleen het voorwiel, maar het frame, voorwiel, ergens aan vast. Dat tweede slot bepaalt of ik hem makkelijk mee kan nemen. En als ik hem niet makkelijk mee kan nemen, neem ik de fiets ernaast.